gaan we het hebben over hoe het verder moet met de strafzaak tegen Hamza B. De Amsterdamse Marokkaan zit vast in Marokko voor zijn betrokkenheid bij de dubbele liquidatie in de staatsliedenbuurt eind 2012. Het ziet eruit dat hij daar nog wel een tijdje zit. Om bij mij aan tafel Franklin Watimena van het Openbaar Ministerie hier in Amsterdam. U bent gisteravond teruggekomen vanuit Marokko. Wat heeft u daar gedaan? We zijn zondagavond vertrokken met een delegatie van politiemensen en justitie. En de politiemensen was onderzoeksleider van het team en de tactisch coördinator, dus twee rechercheurs. Een tolk die ook bij de politie werkt. Uw eigen Arabisch is nog niet van die aard dat u kunt communiceren met de Marokkaanse autoriteiten. Okay, ja. We hebben echt een tolk nodig. Ja. Daarnaast is een zaaksofficier meegegaan en ik ben meegegaan. Ja. En wat u gedaan heeft, is die strafzaak tegen Hamza B overgedragen aan de Marokkaanse justitie. Ja, er bestond eigenlijk twee delen. Het eerste deel was de formele overdracht. En de formele overdracht is een brief van de Nederlandse minister van Justitie aan de minister van Justitie in Marokko. En daarmee vragen we eigenlijk of we het formeel willen overnemen. En het tweede deel was eigenlijk het overdragen van het strafdossier. Dat waren twee volle dozen met ordners. En dat hebben we donderdag gedaan, dus gisteren. Is dit uniek? Het is uniek in de zin dat het de eerste overdracht is na een nieuw verdrag dat 1 december 2012 van kracht is gegaan. Is het ook uniek dat het voor de eerste keer is dat een Amsterdammer wordt uitgeleverd aan de Marokkaanse autoriteiten? Nou, het is niet uitgeleverd, hè, want hij zit daar. En het is juist andersom. Marokko levert geen mensen uit die de Marokkaanse nationaliteit hebben. Of het de eerste Amsterdammer is, Amsterdamse Marokkaan, dat durf ik niet te zeggen. Ik weet wel dat het de vierde keer is in totaal. Want er zijn vier zaken, inclusief deze, waar een Nederlandse Marokkaan, Marokkaanse Nederlander, Marokko daar de vervolging van. Oké, nou. Ik vind dat Nederland hier toelaat dat mensenrechten geschonden worden. Het is wel zeker dat mijn cliënt in Marokko niet een proces krijgt van de kwaliteit zoals dat in Nederland is. Het is een soort experiment en daar wordt mijn cliënt ook opgeofferd. Klopt het dat uw cliënt ook al geslagen is tijdens dat hij vast zat in Marokko? Nou, ik wil daar niet zoveel over zeggen. Dat ligt heel lastig. In Marokko is men, overigens net zoals in Nederland, nogal nationalistisch gezien. En als de autoriteiten daar vervelende berichten door krijgen, zou dat ook weer zijn weerslag kunnen hebben op de behandeling van mijn cliënt. Dus in het openbaar kun je dat soort geluiden laten horen. En normaal zijn advocaten best wel praatgraag, maar hier zien we dus een advocaat die in het belang van zijn cliënt zijn mond houdt. Dat vind ik toch wel zorgwekkend. Het valt me ook op dat je daar weinig over vindt. Ja, wat weet u, hoe wordt Hamza B daar op dit moment behandeld? Heeft hij bijvoorbeeld wel eens een ferme tik gehad? Dat weet ik niet. Ik weet wel dat er een verhoor is geweest, een aantal verhoren waar Nederlandse politiemensen bij aanwezig zijn geweest. Wat ik daarvan begrepen heb, is dat zij zeggen, de situatie daar is eigenlijk identiek aan de situatie hier in verhoor. Kijk naar een rechtercommissaris, een onderzoeksrechter die het verhoor doet, uit niets anders dan hier in Nederland. Maar u zit daar niet de hele tijd bovenop vanuit Nederland? Nee. Ik heb die onderzoeksrechter gezien. Het is een hele amabele man. Het is een hele magistratelijke man. En die heeft ons echt heel erg benadrukt, want ik zei al, het zijn twee journalisten ook meegegaan. Ik zei het niet, maar het zijn twee journalisten meegegaan. En daaraan heeft ook haar van uitgelegd hoe het daar in Marokko gaat. Ja, dus op basis daarvan gaat u er maar vanuit dat hij dus wel dat eerlijke proces krijgt, wat hij natuurlijk wel moet krijgen. Want anders is het zoals die advocaat zegt, dan werkt de Nederlandse staat mee aan het schenden van mensenrechten elders. Er zouden dus ook journalisten mee met u op reis. Een van hen, Paul Vught van Parool, schrijft vandaag ook over de getuigenverklaring van de agenten die onder vuur zijn genomen. Hij kon hier vandaag helaas niet bij zijn, maar we hebben vanmiddag ook nog even gesproken. Kijk even. Ja. Nou, die hebben toch wel een heel beklemmend en indrukwekkend verhaal, moet ik zeggen. Die zijn daar nu omdat ze bij de onderzoeksrechter hun verhaal moeten vertellen, als slachtoffers. Getuigen, maar vooral als slachtoffers. En omdat ik daar ook was, heb ik ze daar kunnen spreken. En ik was wel onder de indruk, eerlijk gezegd, van hun verhaal. Zij zijn echt van zo dichtbij met zo grof geweld beschoten met Kalashnikovs. Ze hebben het allebei met veel geluk overleefd. Ze zijn allebei van hun motor in de reflex van hun motor afgesprongen en hebben daar achter dekking gezocht. En met veel geluk dan zijn ze niet geraakt. Terwijl er heel veel kogels, zware patronen op hen zijn afgevuurd. U was daar ook bij, denk ik, bij die getuigenverklaring? Ja. Dat is inderdaad. Ik was niet bij de getuigenverklaring. Ik was bij het gesprek wat die twee motoragenten hebben gehad met de
twee zones. Oké, okay, ja. Maar het ligt er niet om dat die mannen wat hem 29 december 2012 is overkomen. Nee, precies. Wat Paul Frisch ook zegt. Ik kwam er helemaal bij aan. Ik heb bij het gesprek gezeten. Het was heel indrukwekkend, heel heftig. Je zag ook bij de motoragent dat ze het weer herbeleefden. Ja. Ook vertellen ze wel een consistent verhaal. Ja, het is alleen niet gezegd dat wat die agenten, die hebben natuurlijk niet gezien dat Hamza B. op hen geschoten heeft. Dat hebben ze niet gezien. Dus in die zin is het ook geen bewijs tegen Hamza B. Nee, dat hebben ze ook niet gezegd. Je moet even twee dingen uit elkaar trekken. Ze zijn daar, je zegt getuigen voor, maar ze zijn daar niet als voor een getuige voor, maar voor een slachtofferverklaring. Kijk, het dossier is al helemaal samengesteld. Dus u heeft dat niet nodig als bewijs, wilt u zeggen? Tegen Hamza B. De verklaring van de agenten zit al in een dossier. En dat dossier hebben we overgedragen. Ja. Maar mijn vraag is natuurlijk, heeft u voldoende bewijs tegen Hamza B? Want u heeft, dat is natuurlijk wat de advocaat zegt, alleen maar verklaring van één getuige, het slachtoffer, het beoogde slachtoffer. Er zijn meerdere DNA-sporen aangetroffen in die auto, niet alleen van Hamza B. Kortom, alles speelt zich ook weer af in Nederland, het onderzoek vindt hier plaats. En toch zegt u, ja hoor, doen jullie het maar daar in Marokko. Nou, ik zeg niet.